Ik heb, ja, ik heb als de Cliff Verraden. Ja, dat is waar. Ja. Hallo, ik ben Evan Jackson Hooy. Ik ben Ruud Veldkamp. En ik speelde Bing. Nee, grapje. Ik ben natuurlijk Ruud Veldkamp en ik speelde vroeger Nout Alberts. Jeetje, hoe lang is dat geleden? Dat is gewoon 5 jaar geleden alweer. Ja. Dat is echt bizar. Nou, ik ben Everon en ik speel de rol van Bing Mauritius. En we gaan kijken naar oude tijden. Bernard. Man, please. Ik heet Bing, oké? Okay? Schiet op, jongen. Straks missen we die bus nog. Ik heb een baan voor je geregeld, dus dat is in orde. En voorlopig kunnen we bij Laura, voor jou, mevrouw Selmhorst, kunnen we daar logeren. Ja, dat is gek, hè? Om je alle eerste scène te zien. Ik wist helemaal niet dat jij in de gevangenis hebt gezeten. Ja, ik heb in de gevangenis. Onschuldig, hè? Nee, ja, ja, bijzonder. En zeker om met Chris ook dit te zien. Zij was mijn mama in de serie, dus zij ving mij op een bepaalde manier ook op. Het was heel gek toen ze wegging. En af en toe mis ik haar nog wel, want ja, zij komt van Aruba en we spreken dus al bij Papi Mens. Soms kan je, ja, schept er toch een band als je toch nog even tussendoor Papi Mens kan praten, ja, met elkaar. Ja, ik heb nooit gedacht dat ik zo lang in deze serie zou zitten. Nee, ik dacht echt dat ik het maar 1 seizoen zou doen en volgens mij heb ik dat toen ook tegen de uitvoerend producent die er toen zat, zei ik van ja, leuk dat jullie me willen, maar ik ga het 1 seizoen doen. Ja, ik vond het zo gaaf en dat vind ik nog steeds. Ja, gek, klinkt ook anders. Ja, ik ben echt niet dat mijn stem ook anders is. Ja, maar ergens vind ik je ook weer niet veranderd of zo. Nee? Nee, echt. 19 jaar geleden, hè? Dat is toch bizar, hè? Oh, wauw. Wat is je geheim? Dus je vindt nog steeds dat ik lijk op een 21-jarige jongen. Wat is je geheim? Pikmi. Pa die zich kapot zuigt. Lekker, man. Lekker kort ook, man. Overigens, dat accent, dat moest. Ik had ook wel een beetje een accent. Nou, ik had wel echt een accent destijds. Maar ik moest het echt dat straatjochie schoffie zijn. Ik was daar. Was dat? Volgens mij net nog 15 daar. Dus ik moest nog 16 worden. En dan kom je natuurlijk in een serie met allemaal volwassenen. En je moet ineens aan het werken. Je komt van het VMBO af. Dus. Ik was ook wel echt een schoffie, was ik. Maar je was dit ook wel gewend, toch? Je was gewoon 1 grote kindster, met kruimeltje en al die dingen die je hebt gedaan. Ja, ik was wel gewend, dus ik was niet heel zenuwachtig en ik wist wel wat te wachten stond. Ik was wel door kruimeltje wel echt wat gekte gewend. En die is wel echt vergelijkbaar met wat je in goede tijden meemaakt. En die is wel heftig, die gekte. Maar dan ging bijvoorbeeld met vrienden stappen in Zwolle. Ja. En dat is een beetje voor het eerst dat ik dat deed. En dat zijn precies de plekken waar de herkenning juist heftig is. Als je nou een beetje buiten Amsterdam komt. En dan ineens stond ik ergens met allemaal vrienden om me heen. In een soort kringetje moesten die om me heen staan. Omdat iedereen wilde wat van me. Het was fijn dat wij bijvoorbeeld dan in Rotterdam gingen stappen. En dan hoppelde ik een beetje achter hem aan. En dan zag ik ook hoe hij ermee omging. En nou, gewoon lachen en vriendelijk blijven. En dat is wel fijn dat je dat met elkaar kan delen. Heb je toch nog iets van mij geleerd? Goed, hè? Heel veel van jou geleerd. We kunnen het zo goed hebben samen. Ik hou van jou! Jezus, wat jullie een duo met z'n tweeën, ja. Ongelooflijk. Bing en George was ooit een begrip. Nou, het is nog steeds een begrip. Inge en ik hebben een hele bijzondere relatie gehad. In de zin van dat we heel goed met elkaar om konden gaan. En op sommige momenten ook gewoon niet. Maar wauw, ik heb echt hele mooie jaren met Inge gehad. En hele mooie dingen met elkaar gemaakt ook. En toen zij. En ze ging heel raar weg. Ze ging ineens, werd ze ziek. Dus werd ze vervangen. En ik merkte dat ik dat heel lastig vond. Omdat als je zo lang met iemand speelt, dan word je ook een soort van deel van elkaar of zo. En dan gooi je met een blik, weet je precies van, oké, die zit in zo'n stemming vandaag, die kan dat hebben, die kan dit niet hebben. Of, weet je, je bent zo op elkaar ingespeeld. En ineens was dat weg. En ik heb daar geen afscheid van kunnen nemen.
Dus het was een beetje een hele gekke periode voor mij. Ja, Inge blijft forever in my heart, zeg maar. Ik ben gek op haar en af en toe Apple ook met elkaar. Ik ben heel blij dat ik de serie ben gekomen met een actrice als zij. Maar Melissa was Melissa, dat was Inge niet. Ja, maar Melissa, dat is ook gewoon een gek wijf. Ja, dat is gewoon, zij is gewoon heel grappig. Ja. En als ze dan binnenkomt, dan moet je zo hard om haar lachen. En ja, dat heeft ze meteen dag één gedaan, ja, weet je. Elkaar helemaal niet kennen, maar ze had zoiets van, oké, ik ben nu hier. En ik neem mijn plek in, die ze ook gewoon verdient. Ja. En dat heeft ze subliem gedaan. We waren Inge absoluut niet vergeten. Maar er was gewoon een andere... natuurlijke overgang. Ja. Ja, energie wat er gewoon ernaast kon bestaan. Nina! Hoorde je dat? Bing! Hier! Bing! 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 Hey. Ik was zo ongerust. Ik denk oprecht dat dit mijn mooiste tijd, mijn goede tijd is geweest. Ja, maar dat was magisch. Ja. Ja, de energie wat daar op Thailand was, dat was zo tof. Ik denk dat we dat met ons leven niet meer gaan vergeten. Dat sowieso niet. Dat sowieso moet het niet. En de energie wat je zegt, dat was gewoon vanaf Schiphol was het gewoon... feest. Het was echt, ja, dat was gewoon echt alsof je met je beste vrienden op vakantie gaat. Dat was echt waanzinnig. Ja, dat was echt tof. Ja, we hebben wel één grote liefde samen gedeeld, hè? Ja. Marley van der Velden. Zeker. Zij is gewoon een heel erg fantastisch mens. Zij is gewoon heel erg open. Ze is heel erg grappig. Ze doet niks wat ze niet wil. En dat maakt haar gewoon heel erg oprecht. Ja, en ik hou daarvan. Ja, helemaal mee eens. Ik heb natuurlijk ook met haar heel veel gespeeld toen ik net in de serie kwam. En je bent onwijs onzeker over van alles. Je moet ineens op je 16-jarige leeftijd moet je allemaal seksen en zoenscènes gaan spelen. Voor het oog van een miljoen mensen. Wat je net ook zei over Inge. Dat je gewoon je weet wat je aan elkaar hebt. Wanneer je even met rust moet laten. Je bent gewoon een soort familie geworden. En ik heb gewoon ontzettend veel respect voor haar. In de zin van dat ik, ja, je ziet elkaar ook opgroeien. Hè? Gewoon als meisje van 17 die binnenkomt. En dan uiteindelijk gewoon moeder wordt van drie kinderen. En die gewoon keihard aan het knallen is hier. En dan thuis het allemaal geregeld. Weet je wel, dat is... ja, ik vind dat heel tof. Af en toe vind heel een top. Bedrijf en onderzijter even lanceert. Ze doet het gewoon allemaal. Ja. En dat vind ik gewoon knap. Tel, Marley, die komt naar je toe en die zegt, ik stop ermee. Wat doe je dan? Dan stop ik ook. Ja? Zou je dat echt doen? Ja. Het is een flinke... Ja, is dat echt? Ja. Ik denk dat zij het zelf... Pas op wat je zegt, hè. Ik denk, gefilmd, wist je dat? Ja, maar ik denk dat zij het zelf ook doet. Ja. Met wie moet ik het dan doen? Ja, sorry. Ja, ik denk, ja, natuurlijk. Ze kunnen van alles verzinnen en het kan... Maar om dit te krijgen wat we nu hebben, wat Mar en ik nu op dit moment hebben, is gewoon chemie. En dat kan je af en toe... dat kan je wel spelen. Maar sommige dingen zijn echt. Sommige dingen zijn echt. Als ik naar haar kijk, dan hou ik ook echt van haar, omdat we een geschiedenis hebben. Ja. Dus dan denk ik, ja, als dat stopt, ja... Dan moet ik dat gaan creëren met iemand anders. Ik weet het niet. Ja, dit is gewoon echt, wat je hier ziet is gewoon echt eigenlijk. Het is gewoon, je staat er als acteur die zijn hele leven geacteerd heeft. En met twee fantastische actrices tegenover je. En ik bedoel, met Jet helemaal een geschiedenis van op dat moment dus 13 jaar. Hè? 13 jaar in de serie gezeten. Dus je hoeft daar helemaal niks te spelen. Je moet gewoon staan en gewoon zijn. En die scènes spelen met Jet. Ik heb daar kwam altijd zoveel emotie uit, dat eigenlijk past niet eens bij de scène. Volgens mij is dat ook helemaal niet gebruikt. Er zat zoveel emotie en dat past er gewoon niet bij. Dat is gewoon ook echt, dat kwam echt uit mezelf. En dat is gewoon het deurtje wat je openzet. En nou, dat is er en dat laat je ook gewoon de vrije loop, dat hoort er ook bij. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Dit is de voicemail van Griet Segers. Ik ben even niet spreken.
Kijk uit! Dit was zo'n feestje om op te nemen. Echt met z'n allen onderdeel te zijn van een cliff, dat gebeurt eens in zoveel tijd. En toen dit aan ons gepitcht werd, hadden we iets allemaal van wow, wat heftig en wat cool. En dan ga je het uiteindelijk ook echt opnemen, midden in de nacht dus. Een gigantische set. Dit was echt... Ik kwam aanrijden en ik dacht alleen maar van oké, trailer 1, trailer 2, trailer 3, wanneer houdt het op? En vet. Mega veel auto's geparkeerd, dan weet je al, oké, de crew is gigantisch. En dan denk je van jezelf van wow, ik sta gewoon goede tijden te draaien, maar dit voelt alsof ik... Alsof dit een speelfilm is, wat we aan het doen zijn. Zo ziet het er ook uit. Ik heb wel eens de clip verraden. Ja, dat is waar. Ja. Je hebt de clip er eens verraden, want dat is een boulevard of zo. Echt een van de belangrijkste clips alle tijden. Dat was die met dat parachutespringen. Dat was er heel veel in de media over. En we hadden overal bushokjes met wie er wel of niet het zou overleven. En ik zat bij zo'n event van RTL. En iemand vroeg mij, hoe is het met Marley te draaien? Ja, het lag zo erg. Vorige week ook weer deze zus en zo. En zij dacht... Die interview zei van, wat zegt hij nou? En ik had het zelf niet eens door. En later moesten ze teruglezen. Maar het was zo dom dat mensen het niet geloofden. Dat de mensen dachten, dit is een truc, hij loopt maar wat. Dat is echt geweldig. Je moet zo uitkijken met wat je zegt. Het is echt bizar. Ja, nou, dit was oude tijden. Ja, mooi jongen. Ja, ik vond het echt wel geweldig om dit even allemaal terug te zien. Ik vind het vooral geweldig om jou weer te zien. Ja, ik vond het echt leuk. Nee, serieus. Ja. Merk ook echt oprecht. Nee, volgende week vond ik echt heel leuk. Is de familie Huygens zit hier. Wie zijn dat ook alweer? Grapje, nee. Peter Post, toch? Ja, dat is ook geweldig. Ja. Ja. Nou, leuk genieten van. De club. Leuk. Wij vonden het in ieder geval heel leuk. Nee, ik vond het echt oprecht gezellig. En, Zie je jou weer, man.